Fasten your seatbelts, want Boeing Boeing komt terug. Het verhaal van de meest gespeelde komedie ter wereld is bij velen bekend. Het verhaal gaat over een flamboyante vrijgezel die eigenlijk een relatie heeft met drie passionele stewardessen, sexy stewardessen. En er kan niks fout gaan, want die vliegen allemaal volgens een eigen schema, een strikt schema, maar toch gaat er het een en het ander verkeerd. De comediecompagnie doet het deze keer een beetje anders. De comediecompagnie heeft ervoor gekozen om een herwerkte versie van het stuk Boeing Boeing te maken. En daarom hebben wij dus gekozen voor een nieuwe, rijpere cast. Ik vond het gewoon een leuk idee. Ik bedoel, in Amerika zijn het bijvoorbeeld de stewardessen zijn al geen heel jonge vrouwen meer, omdat ze daar ook langer moeten werken. Dus ik denk dat het vrij realistisch is geworden. Ik dacht eerst van, zo oudere stewardessen, dat kan niet, maar dat kan dus best. Naast Danny Heijlen nemen Christel Dome en Greet Rouffard de rollen van knappe stewardessen op zich. Greet Rouffard, van wie werd gedacht dat ze het acteren vaarwel had gezegd, is voor velen een verrassende keuze. Dat gerucht deed de ronde, dat is ook ergens verschenen in een of ander blad. Is dat verschenen dat ik zou stoppen met acteren, maar dan denk ik als journalist moeten checken en dubbel checken. En nee, dat klopte absoluut niet. Mensen spreken wel eens van een comeback en dan moet ik eigenlijk altijd lachen. Ik ben gewoon niet weg geweest, alleen wat minder in de schijnwerpers en dat deed deugd. Boeing Boeing gaat in première op 17 oktober.